Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woonoutlet Zuid, Masita, In de Wandelgangen en Monen Movies. Het is maandag 28 mei. Welkom bij een nieuwe aflevering van Inkopers. Vandaag is onze gast René Smeets, de huidige trainer van voetbalvereniging Schaarsberg. En het volgende seizoen de nieuwe trainer van FC Hoensbroek. Met hem kijken we terug op de uitslagen van de gespeelde wedstrijden en naar de standen. René, welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Lul over voetbal is altijd leuk met jou. Hè. Oh, dankjewel. Nou, laten we maar beginnen met lullen. Waar wil je het over hebben? Zeg het nou, laat ik eerst feliciteren met twee dingen. Het behalen van je UEFA A-diploma, ja. Een knappe prestatie. Dankjewel. En het handhaven van je team in de... Het was een kampioenschap voor ons. Ja? Ik wil zeggen. Ja, ja. Het was echt een tropenjaar dit jaar. VV Schaarsberg, de cursus, de stage, werk, nieuwe club met Hoensbroek, heel veel uren erin gestoken met gesprekken. Dus het was een heel indrukwekkend en zwaar jaar. En met Schaarsberg uiteindelijk dan toch het klassebehoud volbracht. Met pijn en moeite moet ik zeggen. We hebben een redelijke start gehad, zoals je in het begin zei. Maar aan het seizoen liep door blessures, schorsingen, mindere prestaties gehad. Een hele slechte periode na de winterstop gehad. Hebben geloof ik 3 punten hadden gehaald in 8 wedstrijden in een derde periode. Ja, dat is gewoon heel slecht. En om de laatste wedstrijd, daar val ik thuis en dan keren we het nog even om. En dan is iedereen terecht heel blij dat we eerste klas zijn gebleven met het materiaal wat we ter beschikking hadden op die zaterdagavond. Maar jullie hadden ook veel blessures, hè? Kijk, met de eerste periode deed het goed, de eerste 5-6 wedstrijden. De eerste 5-6, kijk, als je tegen de kampioenskandidaat 0-0 speelt uit bij minder met ons team. Maar toen waren we ook compleet. Ik zeg ook vaak tegen de jongens, ja, je moet ook eens dingen laten. Want ze willen alles. Ze willen in de basis spelen bij één, ze willen zaalvoetballen, ze willen stappen, ze willen weekendjes weg. Noem het maar allemaal op. En als je in de eerste klas speelt en je krijgt daar een redelijke vergoeding voor, denk ik dat je verantwoording ergens anders moet liggen. En dat is bij het eerste team op het veld. En dat is soms wel eens moeilijk, want Schaarsberg is ook een zaalvoetbalvereniging. Dus daar hebben wij mee te kampen. En veel spelers bij ons op het eerste spelen ook in de zaal. Dus vandaar dat die belasting komt niet helemaal goed overeen, vind ik. En uiteindelijk resulteert dat in blessures. Ja, en dan doe je gewoon het team niet goed. Het is niet goed voor het team. En die belasting wat ze in de zaal steeds meebrengen, dat stop je iedere weekend weer in je rugzak. En na de periode januari tot maart is dat gewoon te veel. En dan kunnen ze het niet meer echt opbrengen om 300%, maar dat hebben wij nodig als team. Om in de eerste klas te handhaven om dat te brengen. Het is een bewuste keuze wel van de vereniging. Het is een bewuste keuze en dat weet ik ook toen ik trainer werd. En daar heb ik ook gewoon mee gedeeld. Wat we wel hebben gedaan is de trainingen verplaatst. Want ze spelen altijd op maandagavond. En dan zijn jongens bij ons bij, die spelen gewoon 60 minuten, die worden niet gewisseld. Dus het is zondags een zware wedstrijd, maandags 60 minuten in de zaal. Ja, en dinsdags, zeg het maar. Accu leeg. Accu leeg. En dan kun je geen VCT-training geven, voetbalconditietraining. Hebben we dat na een jaar heb ik dat verplaatst naar de woensdag. En dat heeft wel geresulteerd in minder blessures en fittere spelers. Maar ook, nagelang die 5 jaar, spelers worden ook wel ouder. Dus het herstel is dan niet ideaal om zondags goed te presteren, vind ik. Ja. Dus dan heb je woensdag, vrijdag, zondag? We hebben woensdag, vrijdag, zondag. En dan is die maandag voor de zaalvoetballers een extra. Ja. En die trainen niet in die zaal of ook nog eens? Nee, dat staat ook erbij. Dat was het helemaal feest. Dat bedoel ik. Ja. Maar als je nu terugkijkt op het laatste gedeelte, innoverende periode. Ja, natuurlijk. Want ik heb begrepen uit. Je was al aan het denken om een bed te reserveren in het Zuiderland. Ja, dat klopt. Je kreeg hartklachten. Vraag maar eens aan Tim Zuiders, maar wat wij op de bank af en toe meemaken. Ja. Is je assistent, hè? Assistent, Tim. Ja, ja, Tim. Trouwens, een zeer goede aanvulling in mijn periode dat die assistent met mij is geweest, Tim Zuidersma. Mm-hmm. Die nu ook verder gaat in zijn trainerscarrière. En volgens mij gaat hij dit jaar starten met de UEFA B-diploma. Waar hadden we het nog over?
Over die periode, ja, en de laatste periode. Met die hartverzakkingen. Ja. Goed, ik en Tim zaten op de bank. En als we nou ook slecht spelen, zou ik zeggen van ja, dat weten we, we hebben gewoon tekort. Maar voorin, we kregen kans op kans en die worden niet gemaakt. En achterin, we kregen gewoon te veel erin. En ja, en op het laatste wedstrijd, ja, speel je redelijk goed. Maar net op het moment dat het moet gebeuren, gebeurt het aan de verkeerde kant. Ja. Ja, dan zit je wel eens met een hartverzakking op de bank. En met Tim, we kijken elkaar aan en denken, hoe is het in godsnaam mogelijk? Hoe is het in godsnaam mogelijk? En de wedstrijd tegen de Valk, idem dito, spelen goed. Kansen komen 1-0 voor, kans op 2-0, op 3-0. En die valt er niet. En, ja, en dan is het na de 90e minuut, is iedere minuut, dat lijkt wel een jaar, voordat het duurt dat die wedstrijd af is gelopen. Ja, dan ben je ook weer stervende op de bank, zal ik maar zeggen. Dus de blijdschap was heel groot. Na het laatste fluitsignaal tegen de Valk en mede de andere uitslagen gezien te hebben. Dat we veilig hebben gespeeld. Ja, ik denk zelf dat dat voor Schaarsberg gewoon een hele grote prestatie is met die spelersgroep. Dat we uiteindelijk dat gered hebben. Schaarsberg wil zoveel mogelijk met eigen jeugd spelen. Ja, dat hebben we ook in die 5 jaar gerealiseerd. Er is eigenlijk maar 1 speler die echt van buiten afgehaald is, die we niet in huis hadden. Dat was Tim Maassen. In die 5 jaar wat erbij is gekomen. En ik moet zeggen, ja, als je dat kampioen worden in tweede klas en 2 jaar kunt handhaven in de eerste klas, denk ik dat je dat heel goed hebt gedaan. Zelfs nog een periodetitel heb gehaald in de eerste klas. Ik denk dat we als Schaarsberg wel trots op moeten zijn. Iedereen die daar aan heeft meegewerkt. Ja, maar het is ook een mooie periode, 5 jaar, dat is het. Hè? Ja, dat is niet gangbaar voor een trainer dat je 5 jaar bij een club zit. Maar goed, ik heb er in de jeugd gespeeld. Ik ben eigenlijk een beetje het kind van de club, zal ik maar zeggen. En toen ze me vroegen of ik trainer wilde worden, heb ik wel gezegd op een andere manier dan als jullie hebben gedaan in de afgelopen tijd. Zoveel mogelijk met eigen jeugd proberen. En daar waren ze ook echt goed mee ingestemd. En het plan om met die jeugd in te brengen en minder spelers van buiten af te halen, daar stonden ze ook achter. Dus ik heb wel gezegd, ja, dat heeft tijd nodig. Dus als je me een 3-jarig contract geeft, dan kan ik daar aan gaan werken. En ik denk dat ik de eerste trainer ben in Zuid-Limburg die gelijk een contract voor 3 jaar kreeg. Dus daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op, dat mag ik zeggen. Maar ja, je hebt ook een achtergrond, hè? Wat je net ook zelf al aanhaalde. Je hebt er ook bijna je hele leven gevoetbald. Hè? Ik heb mijn hele leven gevoetbald. Ja. Ik heb tot mijn 38e op de eerste elftallen gespeeld. Ik heb tot mijn 30e eigenlijk bij Colonia gespeeld. Dat is nu VV Schaarsberg, dat is de samenvoeging van Colonia en ONS. En ja, vanaf mijn 29e, 30e ben ik naar meerdere boys verkast. Naar Corrie Vallen, waar je zelf voorzitter was. NEC 92, UOW heb ik nog gespeeld. Ja, dat waren ook mooie jaren om het ook eens bij een andere club te zien hoe dat allemaal werkt. En er werd wel gezegd, ja, die Smeets heeft overal gespeeld, maar ze vergeten wel de termijn van 16 tot 30 jaar dat ik bij Schaarsberg heb gespeeld. Dat zijn 14 seizoenen. Dat is best vrij lang. En ja. Ik ben afgesloten bij UOW, was ik 38, op het veld van Rios. En daar promoveerden we met UOW naar de 3e klas. In die periode, in die laatste periode, is ook het idee ontstaan van je om trainer te worden, hè? Ja. Of ben je gestart met de cursus? Ik ben, als je zo lang in de voetballerij zit, ja, dat zit in die genen. Daar kun je niet zo van de ene op de dag stoppen. Mm-hmm. Ik ben gewoon een voetbaldier en volgens mij ben ik bij jou begonnen zelfs. Bij MSP, tweede elftal gedaan. Van daaruit UOW, tweede elftal, samen met maatschappelijk was ik assistent met de eerste. En daarna eigenlijk op eigen benen gaan staan. In de 4e klas Beveilen, 3e klas Simpenveld. 2e klas Kerkrade West. En toen ben ik naar Schaarsberg vertrokken, 5 jaar. Dus dat is eigenlijk een beetje gebouwd. In de 4e klas begonnen, 3e klas, 2e klas. En met Schaarsberg naar de 1e klas gepromoveerd. Dus eigenlijk is het een opgaande lijn. Qua trainer ook, zal ik zeggen. Diploma's tussendoor gehaald en nu dit jaar de UEFA aangehaald. Waar ik echt trots op ben. Om mijn 52e, om dat nog even te bewerkstelligen. Sommigen zeggen, nou, moet je dat nog doen op jouw leeftijd? Nou, ik denk dat ik nog 20 jaar trainen als het aan mezelf ligt. Dus ik wil het gewoon voorkomen dat als een club belt, dat ik moet zeggen, ik heb een diploma niet. En daar heb ik het gewoon voor gedaan. Nee, maar 52 is toch geen leeftijd, hè? Nee, ja, goed. Ja, dat begint het leven ik pas. Ik zeg alleen maar wat mensen wel eens vertellen. Hoe moet ja, je maar dat ja, de mensen vertellen allemaal zoveel, ja.
Dus voetballerij is het toch niet vreemd dat de mensen alles vertellen? Nee, daarom. En dat is leuk voor de sites en leuk voor de programma's. Daarom. Kijk, als je het ziet bij de VI, ja, daar leeft er iedereen van. Iedereen zegt wel van, ah ja, dat hoer daar en daar, maar ja, iedereen kijkt wel. Dus het voetbal leeft gewoon nog altijd. Tuurlijk leeft dat. Dus het is de belangrijkste bijzaak in het leven. Ja, en ik heb altijd gezegd, of je nou trainer bent in de Eredivisie, of trainer bent in de vijfde klas, of in de derde klas, de beleving, de stress, blijft hetzelfde. Blijft allemaal hetzelfde. Kijk, als je natuurlijk dik betaald wordt in mijn club, wat wordt verwacht, is natuurlijk het grote, maar de beleving blijft overal hetzelfde als trainer zijn en als speler ook. Ik kan me nog een uitspraak van jou herinneren dat je zegt van, spelen we met veiligheid tegen MSP en de MSP ging eruit, zeg je, in de vijfde klas wordt ook gevoetbald. Dan rolde het balletje ook. Precies, ja. Dat is het ook. Dat zijn dingen die zijn gewoon zo. Ja. Je wil als team natuurlijk nooit degraderen, maar ja, in een andere klas kun je weer wat nieuws opbouwen. Ja, dan kun je weer vooruit borduren. Het leven bestaat uit uitdagingen. Daarom. Wat betekent de vereniging voor je, Schaarsberg? Ja, dat zit in je hart. Ik bedoel, ik ging als klein jongetje van Lichtenberg met de fiets onder naar Heerlen, naar die grote poort. VV Colonia stond erboven, die ijzeren poort, die staat er nog. Was dat de Schaarsbergenweg nog toen? Daar loopt nog een weg doorheen. Ja, als klein hummeltje liep je daar te voetballen. En dan heb je daar je jeugd doorlopen. Je komt met 16 jaar op het eerste, je speelt daar 14 jaar. Ja, dat zit gewoon in je bloed. En op een gegeven moment, toen ze me vroeg om trainer te worden, ja, daar stap je gelijk in. Ik zat toen bij Kerkhallewest, mijn eerste jaar. En ik wil nooit bij een club maar één jaar zitten. Ik wil altijd bouwen aan iets, maar ja, die kans kon ik niet. Ik kon niet laten schieten, dus. Toen bij Kerkhallewest dan, ja. Bijzonder afscheid natuurlijk dan, hè? Of gaan ze nog officieel afscheid nemen? Er komt nog een afscheidswedstrijd is geregeld, ook voor de jongens die stoppen na dit jaar. Want het team waar ik eigenlijk 5 jaar mee begon, dat valt nou eigenlijk ook een beetje uit elkaar. Daar zullen we het ook nog even over hebben. Dus je zit een gelukkig tevreden mens aan tafel? Je zit een gelukkig tevreden mens aan tafel, ja. Dat kun je wel zeggen. Ja. Een zwaar seizoen, inclusief alles. En dan toch alles bereikt hebben wat je wil bereiken met je team en de cursus. Ja, daar ben ik zeer tevreden over. Maar nu mis ik alweer de stress. Ik zeg nog vorige week tegen Tim, of tegen Hans, dat is een goede vriend van me. Het is nog even allemaal gedaan, we zijn veilig. Maar ja, nu mis ik alweer de wedstrijdstress, weet je. Ja, dat zit er gewoon in. Hè. Je hebt er stress van, maar het geeft ook weer een goed gevoel als het dan goed afloopt. Ja, maar ja. Met vriendin in Natja, hè? Ja, klopt. Even lekker op vakantie. Zit er niet in? Ja, dat zit er zeker wel in. Oh. Dat gaat zeker gebeuren, ja. Kan je ook stress hebben? Ja, wat is andere stress, hè? Dat is goede stress. Een leuke stress. Goede stress, ja. We gaan even naar de uitslagen. De uitslagen zullen dadelijk op het beeld verschijnen. Ja. Allereerste uitslagen van de vijfde klasse B. Niet heel veel verrassingen in deze competitie. De 4-2 nederlaag van KCC 13 springt er als eerste uit. Leuk duel was Eikenerveld tegen Amsterdam, waarbij Eikenerveld weer 6 keer scoort. Lekker gevoel om die laatste thuiswedstrijd in de vijfde klasse te winnen met 6-1. Gaan we door naar de vierde klasse C. RKDFC gaat keihard onderuit bij de kampioen Obicht. 4-0 was de schade. Lichtpuntje voor DFC is wel dat ze een periodetitel hebben en dus na competitie gaan spelen. Alleen gezien de huidige vorm gaat dat een zeer zwaar karwei worden. Schinveld ronde de laatste competitiewedstrijd af met een 1-0 overwinning tegen Sporting Sittard. Wijnandia is officieel ongeslagen kampioen. De laatste wedstrijd tegen het sterke KVC Oranje werd met 3-1 gewonnen in de vierde klasse B. Verrassend in deze competitie is de winst van Sylvia thuis tegen RKHBS. Eigenlijk een wedstrijd die om spek en bonen ging, want Sylvia is gedegradeerd en HBS heeft een titel op zak. De vierde klasse A is de competitie waar de laatste officiële wedstrijd nog geen kampioen heeft. Haslau verloor de laatste wedstrijd tegen RKHSV en SVME kan dit afstraffen in een inhaalwedstrijd tegen VV Berg. Schimmer deed uitstekende zaken tegen Hulsberg en werd met 3-2 gewonnen en daarmee komt op de laatste speeldag een einde aan de slechte reeks van Schimmer. Beide Parkstadse teams spelen volgend seizoen wederom 2 keer tegen elkaar, want ze blijven in de vierde klasse A. Gaan we gelijk door naar 3B. Heksenberg won de laatste wedstrijd overtuigend met 3-0 tegen Spouwbeek en gaat daarmee met een goed gevoel de na-competitie in. De Leeuw beleefde ook een topweekend en werd met 3-5 gewonnen bij DESM. 3A. Hellas tegen SVN, gelijkspel. Keurige pot voor de ploeg uit Klimmen tegen het sterke SVN uit Landgraaf.
Grootste verrassing was UOW tegen Langeberg. 5-0 wist UOW te winnen thuis. Sporting Heerlen speelde de laatste speelronde ook ijzersterk tegen BMR. 6-0 stond na 90 minuten spelen op het scorebord. De tweede klasse G. Sportclub 25 boekte afgelopen weekend het beste resultaat, een mooie 4-1 overwinning op concurrent Scharren. LHC speelde een zwak weekend tegen VV Sittard. 3-2 werd daar verloren. Stond ook een lastige wedstrijd op de planning voor SC Simpelveld, die moesten het opnemen tegen de nummer 4 GSV. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een gelijkspel. Dan krijgen we 1D. Schaarsberg verliest uit bij Susteren, heel jammer aangezien de voorsprong bij Schaarsberg lag. Desalniettemin handhaving voor Schaarsberg. FC Hoensbroek zette dezelfde score als Schaarsberg neer. 4-3 werd daar uiteindelijk verloren bij De Valk en daarmee is Hoensbroek officieel gedegradeerd. Minor wint de laatste wedstrijd van Wittehorst. Toch nog een solide afsluiting van het seizoen voor kampioen Minor. Dan tot slot nog de hoofdklasse B. Een keurig resultaat voor Groene Ster uit Heerlerheide. 0-0 werden gespeeld op de grasmat bij de directe concurrent Vlissingen. EHC is weliswaar gedegradeerd, maar ze maken veel goed in de laatste competitieronde. 3-2 werd er thuis gewonnen. Dan gaan we van de uitslagen direct door naar de tussenstanden en we beginnen uiteraard in de vijfde klasse B. Eikenerveld is kampioen en de periodetitels in deze klasse zijn voor KCC 13, Abdisse Bosch en Amsterdam. Jaarbeek eindigt door de sterke overwinning boven Rimburg. Beide teams wonnen afgelopen weekend en staan keurig op plek 6 en plek nummer 7. Dan naar 4C. Schinveld is hier op plek 5 geëindigd. Keurige winst afgelopen weekend voor eigen publiek. RKDFC heeft naast Borren en Roosteren één periodetitel en de club uit Merkelbeek mag zich dus gaan opmaken voor de nacompetitie. Vervelende is wel dat RKDFC de laatste tijd ongekend wisselvallig speelt. Wijnandia is in de vierde klasse B ijzersterk de nummer 1. Zelfs in de laatste wedstrijd tegen het sterke KVC Oranje wisten ze een overwinning te boeken. Sylvia wint de laatste wedstrijd tegen RKHBS. RKHBS heeft ook een periodetitel op zak en Sylvia was sowieso gedegradeerd. Dus een overwinning geeft Sylvia een fijne afsluiting van de vierde klasse B. Gelijk door naar 4A. Geen Parkstadse promovendus in deze klasse helaas. Hulsberg en Schimmert staan op een respectievelijk derde en zevende plaats op de ranglijst. Enig pluspuntje voor Hulsberg is het doelsaldo, maar liefst 90 keer werd het net gevonden. SVME, Polaris en Haslau hebben een periodetitel en daarmee een ingang naar de derde klasse. Derde klasse B. De bovenste regio heeft de laatste wedstrijden positieve resultaten geboekt. Haarlem liet de laatste wedstrijd blijken dat ze het kampioenschap waard zijn en door de nipte overwinning bij DVO staan ze bovenaan. Gelukkig ligt er wel nog een kans op promotie bij Heksenberg dankzij het behalen van een periodetitel. De Leeuw won de laatste wedstrijd en heeft daarmee het midden van de competitie veiliggesteld. Door naar de klasse 3A. Heerkampioen na competitie voor SCM, BMR en Parkstadse trots SVN uit Landgraaf. UOW doet uitstekende zaken, wint met 5-0 van Langeberg, maar helaas heeft dit resultaat voor beide teams weinig effect op de ranglijst. FC Kerkrade West verliest ook de laatste wedstrijd heel tragisch met hoge cijfers en gaan komend seizoen een trapje lager spelen. Dan de tweede klasse G. Simpelveld staat net boven de degradatiezone. Eén plekje hoger dan VV Sittard. Verder zijn er geen veranderingen voor de Parkstadse teams op de ranglijst. Voor BSV Limburgia gaat het wel nog spannend worden, want ze mogen de nacompetitie gaan spelen. Afgelopen 3 wedstrijden werden gewonnen, dus ze zullen zeker met een goed gevoel de nacompetitie ingaan. Parkstadse promotie in de klasse 1D. RKSV Minor is kampioen en zowel Schevermond als Bekkerveld hebben een promotieticket op zak. FC Hoensbroek verloor de laatste wedstrijd en door het betere resultaat van de concurrentie is het doek gevallen in deze klasse voor Hoensbroek. Kan zomaar zijn dat Schaarsberg komend seizoen andere Parkstadse derbies voor de kiezen krijgt. Tot slot nog de hoofdklasse B, waarin Groene Ster zich heeft gehandhaafd met een keurige 11e plek. Afgelopen wedstrijd werd gelijk gespeeld en evenwicht staat eigenlijk symbool voor het hele seizoen van de club uit Heerlerheide. EHC wist weliswaar dat ze gedegradeerd waren, maar hebben de laatste thuiswedstrijd van het seizoen flink gas gegeven tegen Gemert. We lopen er even doorheen. Of er iets bijzonders zijn geweest aan de uitslag? Ik zie wel iets bijzonders in de vierde klas. Sylvia HBS 2-0. Ja. Dan denk ik een degradant die dan toch van een periodetitelwinnaar zomaar even in de laatste wedstrijd in de vierde klas 2-0 wint. Of HBS de spelers gaat sparen voor de na-competitie, lijkt me dan zo. Het zou kunnen. Ja. Of een cadeautje. Of een cadeautje, ja. Ja. Wat me verder opvalt, even kijken hier. Ja, UOW Langeberg 5-0. Ja, dat is een flinke. Sporting Heerlen vond ik teleurstellend dit jaar met de spelers wat ze toch erbij hebben gehaald.
Dan is het 6-0 winnen, dan 5-1 verliezen. Ja. Er zit nog geen vastigheid in. Maar nieuwe trainer, jonge trainer, wat jij zegt, bouwen. Ja, zeker. Ik bedoel, voor Jorrit Dachier zit dat geloof ik, voor jonge trainers. Ja. Je stapt in dat wereldje en je denkt, oh, dat ga ik wel even allemaal regelen. Maar als hoofdtrainer tellen er andere wetten in het amateurvoetbal. Even kijken, uitslag hier. Ja. Ja, bij ons in de klas, in de eerste klas, ja, de uitslagen. Soms kan je daar wel vraagtekens bij zetten, wat er gebeurt af en toe. Maar zo werkt het iemand in de voetballerij. Je moet altijd van je eigen kunnen, van je eigen uitslagen uitgaan en nooit afhankelijk zijn van andere clubs. Ja, dan heb je dat gedonder ook niet. Ja, maar ja, Schiffermond verliest. Maar pak het ook een periode. Ja, ik denk dat hij uiteindelijk de uitslag van de Mino Witterhorst, dat die binnengecijpeld is. En dat ze zoiets, ja, dat maakt het niet meer veel uit, we worden toch tweede. Ja. Dus die dingen gebeuren, dan wij spelen dan besusteren. 4-3 verliezen, we staan daar 20 minuten met 3-1 voor. Ook ongekend dat we 3 keer scoren in 20 minuten. En uiteindelijk verlies je een zomeravondpotje, zal ik maar zeggen. Een wedstrijd waar het niet meer om ging. En de spanning helemaal ervan af is. Het leuke wat wel bij deze wedstrijd is, dat ik ook weer een jeugdspeler heb laten debuteren. Dat is Noah van Dijk, 17 jaar, de zoon van Jan van Dijk. Ja, die is twee jaar geleden komen aanwaaien bij de club. Kleinzoon? Een zoon van Jan. Ja, een zoon van Jan. Hij heeft gisteren 25 minuten gespeeld en Abahor. Dus dat wordt ook wel een speler die, denk ik, voor het eerste elftal langzamerhand in aanmerking komt bij Schaarsberg. Doel bereikt. Ja? Heel veel jonge jongens in kunnen bouwen. Toen bij Schaarsberg kwam, stond er een B-elftal. Die wonnen iedere wedstrijd met 13-14-0. De jongens heb ik gelijk overgedaan naar de A. We hebben ook 2 jaar de A getraind, in combinatie met het eerste. En die staan er nou allemaal in. Bij Schaarsberg. En het mooiste is Bjorn Jonkers, die maakt vorige week de winnende goal en de verlossende goal. Ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. Dat dan een eigen jeugdspeler is die de club dan naar eerste klas behoudt schiet. Ja, het is wel een beloning. Hè? Ja. Voor 5 jaar ja, investeren, denk ik wel. Tijd, energie. En ook heel veel tegenwerken, want ja. Er zijn altijd mensen die zien het niet zitten in jouw idee, ja, waarom moet dat. En ja, toch uiteindelijk, ik ben niet iemand die altijd zijn gelijk wil bewijzen, als iemand anders gelijk heeft, hebben ze gelijk. En maar om met die jeugd dat op te starten, dat heeft geen windeier gelegd. Nee, maar weet je, René, en dat weet jij beter als mij. Ik zeg altijd, zonder dwarsliggers kan geen trein rijden. Dat klopt. Daar word je zelf ook alleen maar beter van, denk ik. Precies. Ja, knikkers, daar heb je niks aan. En ze zeggen toch altijd, Nederland heeft hoeveel bondscoaches? Ja. 15 miljoen, hè? Ja, iedereen weet het beste. Maar we zullen even de periodes doorlopen. Dan we zullen de ploeg even opnoemen, want die zullen het zelf moeten gaan uitvechten. Ja. In 5B zijn dat KCC 13, Abdissebosch en Amstrade. Ja. Eens even kijken, dan gaan we naar 4B. Is Voerendaal, KWC Oranje, RKWS. Ja. Goed voor Parijstad. Ja, dat zijn clubjes. Als die in de derde klas komen, zou mooi zijn. Hè? Ja, dat zou mooi met zijn. Ja. En dan moeten ze wel in die klas in de kant komen waar die clubs allemaal hier zijn en niet. Doorschuiven. Ja, ligt ook weer aan de ploegen die degraderen. Hè? Ja, precies. Ja. En dan even kijken in 3A. Is het SVN uit Parijstad die een periode heeft? SVN? Niks. Nee, niks. In Welte ook niks. Ook niet. Nee, het is SCN en BMR. Ook. Heel lang, jammer voor Welte. Hebben het goed gedaan. Super lang, seizoen. Mee bovenaan gestaan. Ja. Dan zie je toch, ik kan me ook een trainer herinneren, die zei altijd, het kan allemaal gebeuren wat wil het hele seizoen. De laatste 5 wedstrijden, daar draaide het om. Voor de degradatie, voor periode, voor kampioenschap. Precies. Dan moet je als ploeg moet je er staan. Die man had gelijk. Ja. In tweede klasse G is het BSV Limburg, die een periode heeft. Dus. Heel knap. Hè? Die ploeg, daar zie je toch de hand van de trainer, denk ik, uiteindelijk. Van René Eier. Ja, goede passage. Die zijn, in het begin was het mannetjes en die zijn echt zeg maar, de ladder opgeklommen. En ik denk ook dat die een goede kans maken om als ze tegen die ploegen uit 1D komen die voor degradatie strijden, dat ze een goede kans maken.
Ja, dat is Wilhelmina en Venlo. En Venlo, ja. Ja. Dus, nou ja, goed. En voor de rest, de hoofdklasse is duidelijk. Ja. ESC doet een stapje terug. Stapje terug doen, ja. Ja. Komt ook een heel nieuw team, blijkbaar. Ja, ja. Het is nou weer het gerucht, de circuit, hè, van spelers die gaan en komen. Ja, ja, ik weet er alles van. Ja, ik ga je niks nieuws te vertellen. Want nee. Daar zullen we even dadelijk over terugkomen. Want laten we eens even naar je nieuwe uitdaging gaan. Ja, dat wordt een hele uitdaging, blijkt. Ja, ik heb in december getekend bij FC Hoensbroek. Een club met mooie accommodatie, goede organisatie. Peter Douma en Erjan Erbras die daar zitten. Goede jeugd die op niveau spelen. En dat is ook de reden geweest waarom ik eigenlijk voor die club heb gekozen. Maar nu ziet het plaatje opeens heel anders uit bij de club. Ja? Gaan van het basisteam gaan er 8 spelers weg, inclusief de keeper. En dat zag er in januari ook nog niet zo uit, in februari ook niet. Maar op een gegeven moment zegt eentje, ja, ik ga toch naar ESC, dan kan ik wat meer verdienen. Dan zegt die ander, ja, als hij kan gaan, ja, dan waarom zou ik dan niet gaan als ik een uitdaging krijg? Ja, en zo gaat dat. Sneeuwbaleffect. Sneeuwbaleffect. Niks scenario, ik snap die jongens. Iedereen moet voetballen daar waar die met plezier gaat voetballen. Maar voor mij als trainer is natuurlijk geen mooi plaatje om mee te beginnen natuurlijk. Als er 3 basisspelers overblijven en je moet dan in de tweede klas, want ze zijn gedegradeerd gisteren, een heel nieuw team opbouwen met jeugd en misschien de jongens die uit de derde klas erbij komen. Ja, dat wordt een hele uitdaging, maar daar loop ik niet voor weg. Ik heb het bij Kerkrade West meegemaakt toen het te A kwam. Die degradeerde uit de tweede klas, was derde klas. Daar gingen 5-6 goede spelers weg. Ja, dat zie je bij Hoensbroek ook, ja, daar hebben ze minder jaar. Ja, dan denken ze, ik ga toch maar eens mijn heil ergens anders zoeken. En daar ben ik ook gewoon met de jeugd begonnen. En dat pakte ik gewoon in een periode in de derde klas. En dat was voor die jongens ook meer als een kampioenschap. En zo zal ik bij Hoensbroek straks ook moeten starten. En het is het mooiste om gewoon wat nieuws neer te zetten met die jonge gasten die je nog zelf helemaal kunt kneden. En kijken hoe ver we komen volgend jaar. Maar heb je dan een 1-jarig contract? Een 1-jarig contract, ja. Maar wel opties voor? Wel opties voor. Kijk, Hoensbroek is ook een club waar een trainer 1 jaar is. En als je terugkijkt, die trainers zijn ook al minimaal 3 jaar altijd verbonden aan Hoensbroek. Dus wij zijn ook gewoon een hele stabiele en goede georganiseerde club. Absoluut. Die zeker niet in de stress raken nu dat ze degraderen. Of dat er zoveel spelers weggaan. Iedere keer is het toch 11 tegen 11 en ik moet zorgen met mijn staf dat we die potjes gaan winnen op een of andere manier. En dat gaan we ook gewoon doen. En je hebt ervaring? De ervaring heb ik nou langzaam. Je bent wel iets ouder mee te doen nog maar. Dat wel, ja. Dat gaat ook helaas niet meer. Dus, met die mutaties, schaf je net al aan. Volop bezig dan ook. Ja. Je hebt nog tot de 15e? Tot 15 juni is het waarschijnlijk. Ja. Maar het is één grote carousel, kan ik je vertellen. De jongens switchen makkelijker van ploeg naar ploeg. Een vriendje gaat daar spelen, ga ik ook daar spelen. Ja. Dat is eigenlijk niet meer echt van, we blijven als ploeg bij elkaar en dan kun je doorbouwen. Dat schijnt niet meer aan de orde te zijn. Zelfs jeugdspelers van de A die over moeten naar de senioren, die dan hebben zoiets van, ja, kom ik misschien op 2. Als ik bij de 4e klas heb met eerste speler, ga ik liever daar naartoe. Terwijl ze nog totaal geen senior ervaring hebben en die willen niet investeren om zichzelf door te ontwikkelen. Die springen in een bad bij de 4e klasse. Mm-hmm. En dan lukt het dan niet en dan gaat het bergaf. Maar ja, die worden toch gek gemaakt, die kinderen? Die worden ook gek gemaakt, ja, dat klopt. Maar kom bij jouw spelen op die eerste en dan is het gemaakt. En als je iemand zegt van ja, je speelt op het eerste, ja, dat heeft natuurlijk meer aanzien als je denkt, ik ben reserve op 1 of ik speel op 2. Maar als je daarin ontwikkelt en uiteindelijk die stap maken dan een stabiele eerste elftal speler bent, dan heb je uiteindelijk veel meer aan. Maar dat is allemaal... Die tijd en die rust, die gunnen ze zich niet op het eerste, alle 3. Ja. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Ja, maar het is nu erger, denk ik. Omdat ze worden gek gemaakt, zoals je zegt. En ouders die denken, die dan iemand daar bij een club, ja, de jong, kan hij op die Odise spelen? Ja. Doorsteed de machine reserve. Ja, je weet hoe het gaat. Zo gaat het, hè. Hey, dan de tijd is omgevlogen.
De slotvraag, waar zien we je over 5 jaar? In de voetbalwereld. In de voetbalwereld. En in de voetbalwereld, is zo hypocriet. En voor mij mag het in principe, ik heb het UEFA-diploma gehaald, maar voor mij mag het in principe niet uit waar ik train. Hm. Want ik doe het gewoon met heel veel plezier en net wat ik zeg, de beleving. Alles wat met voetbal te maken heeft, is in de 5e klas, in de 1e klas, eredivisie. Dat gevoel is hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Nou, het eindsignaal heeft weer geklonken. Dank u wel. De volgende aflevering van Inkoppers is aanstaande vrijdag. En dan zenden we de beelden uit die ons team heeft gemaakt bij de reunie tijdens het jubileum van EAC Heuts. René, dank voor het komen. Heel veel succes. We blijven je volgen. Ja. U dank voor het kijken en tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woonoutlet Zuid, Masita, In de Wandelgangen en Moon & Movies.